Oh ja. Hallo. Hallo. Wat gebeurt hier allemaal? Even serieus. Ik heb nog geen woord gezegd. En dan wordt er al dingen gedaan. Jullie kunnen ook niet even de rust pakken. Jukes. Dankjewel, Jukes. 4, 3, 26 maanden. Woe! Goedroe! Hey! Ik moet vaker niks zeggen. Jeetje. Wat gebeurt er allemaal, joh? Dankjewel, Luppie. Dankjewel, Jukes. Shoutout jou, man. 26 maanden. Emilio. 4 maanden, dankjewel. Luppie. Dankjewel voor je 5 gegeven abonnementjes. Woedroe. Met een 10. Dankjewel, bro. Thanks. En Engstil. Thanks voor de 14 maanden Prime. Dankjewel. Dames en heren. Ik heb een aankondiging. Ik moet even wat verklappen. Ik moet wat vertellen. De muziek moet uit. Alweer. Snow! Dankjewel, Snow. Thanks voor de 5 gegeven abonnementjes. Dankjewel, gast. Vandaag ben ik live op Twitch. Zoals jullie zien. Want jullie zijn op Twitch. En ik ben live op een ander platform. En vanaf augustus ga ik live alleen nog maar op YouTube. Dus ik stop op Twitch vanaf augustus met streamen. Compleet. Helemaal niks meer op Twitch. En dan is het alleen maar YouTube. En waarom? Leuke vraag. Ik heb zin al vol met vol te kauwen. Maar goed. Ik heb mijn bek nog vol, maar whatever. Zo belangrijk is het voor me. Nee. Waarom? Dat ga ik je vertellen. Kijk, heel veel mensen. Ik zie nu ook heel veel mensen die abonneren nu. En abonneren voor heel veel maanden en weet ik het allemaal. Als je nu abonneert, dan voel je je echt genaaid. Als ik morgen zeg van, yo, ik ben weg bij Twitch. En ik ga naar iets anders. Dat voel je je genaaid, toch? Dus dat doen we niet. Ik wil dat jij nog een volledige waarde krijgt aan een maand sub, ook al heb je nu gesubbed. Dus we hebben nu zeg maar de tijd om te zeggen van, yo, het hoeft niet te verlengen. Want letterlijk over een maand en een paar dagen stoppen we helemaal op Twitch. Dus als je een abonnement hebt op Twitch, tuurlijk, je mag hem verlengen, maar waarom zou je? Waarom zou je? What's the point? Je kan lekker op YouTube kijken. Je kan lekker op YouTube abonneren. Je kan lekker daar lid worden. En ja man. Dat is het. Maar waarom stoppen op Twitch? Nou, Twitch was heel leuk. Heeft mij semi goed behandeld. Maar het hele platform doet dingen waar ik niet echt meer achter sta. En ik heb steeds meer gedoe en gekut ermee. En in hart en nieren ben en blijf ik toch een YouTuber. Dus waarom niet? YouTube heeft ook veel openere regels. Op YouTube kan je bijvoorbeeld... als je op YouTube streamt, kan je streamen op Kick, Rumble, TikTok, Facebook Live, Instagram Live. Het maakt allemaal niet uit. YouTube heeft zoiets van, boeien, gast. Doe lekker wat je wil, bro. Twitch, die zegt, je mag nergens anders op streamen. Alleen op Twitch, als je partner bent. En dan TikTok. Maar dat is het. Zo weet je als je ergens anders streamt. Zo weet je als je dat doet. Dan dat is zo deze raar. Dan gaan nog voor jou gebruiken. Zou je... Dat is zo raar. Net zoals Timmermans en Suppie. Met de i. Dat is ook heel raar. Maar dankjewel voor de 4 maanden Prime, Timmer. En Luppie, dankjewel voor de 5 gifted, gast. Dankjewel. Wordt gewaardeerd, Luppie. Dus... op YouTube kan je niet chatten. Waarom niet? Je maakt er gewoon een account aan, dat is gratis. En dan abonneer je op mijn kanaal en dan kun je gewoon lekker praten. Ik zie in de YouTube chat bijvoorbeeld Rianne. Hey Milan, goedenavond.
En Jur, die zegt, wanneer ga je verder met kringloopsimulator? Dus, hallo, cool, vet. Ga je nu dan niet in de fout? Ja. Ja. Maar ik ben niet de enige. Dus dat vind ik prima. Wat heb ik gemist? Boze Knol gaat verhuizen. Ja, ik denk dat we hebben nu, als het goed is, als je uitroepteken nieuws doet in de chat bij Twitch of in de chat bij die andere, dan kun je, wat jij zegt, Brawley, inderdaad. Dan kun je even zien wat eigenlijk, zeg maar, het hoogtepunt is. Ja, man, dat is het. Dus dat is even wat ik kwijt moest, wat ik kwijt wil en wat ik ga doen. Dus vanaf augustus ben ik helemaal weg bij Twitch. Dan zul je mij ook niet meer zien daar. Ik doe ook niet echt meer mee met streamers of zo. Of ik ga ook niet echt meer collaben of dingen samen doen met Twitch mensen of whatever. Daar heb ik allemaal geen zin in. Blijf gewoon lekker op YouTube. Blijf gewoon lekker chillen daar. Ik red het prima. En ik vind het hartstikke leuk als er mensen meegaan. En ik snap dat er heel veel mensen nu denken, heel veel kijkers die nu zoiets hebben van, yo, ik vind het echt, echt niet leuk dat je weggaat bij Twitch, want dan kijk ik je al 2,5 jaar, want ik zit er volgens mij nu 2,5 jaar op. Bijna 3. Dat snap ik. Maar dat is heel vervelend. En kijk, ik moet ook heel eerlijk zeggen, er zijn gewoon betere deals bij andere streaming platformen. Twitch die pakt 50% van je inkomen. En dan pakt de Belastingdienst ook nog eens minimaal 20-30% van je inkomen. Dus dan gaat er zeg maar al 70-80% af. Wat hou je dan over? Weinig. YouTube, voor bijvoorbeeld, heeft al 70-30. Dus dat 70% voor de streamer gaat en 30% naar het platform. Kick, bijvoorbeeld, die heeft 95-5. Dus 95% gaat naar de streamer, 5% gaat naar het platform. Er zijn gewoon betere opties. En dan kun je zeggen, ja, maar Twitch heeft nu sinds kort Partner Plus. En dan heb je dus, als je 350 abonnees haalt in de maand, dan krijg je weer 70-30 terug. En dat klopt inderdaad. En dan kun je zeggen van, maar hoeveel is het? 350 abonnees, die heb jij toch, Milan? Dat klopt. Ik heb nu, ik weet niet hoeveel subs ik heb. Even checken. Ik heb nu, heb ik niet. Jawel, heb ik wel. Ik heb 364 abonnees nu op dit moment op Twitch. En van die 364 abonnees moeten er dus 350 zijn die tier 1 abonneren. En op Twitch is dat dus tier 1, betekent dus dat iemand zelf op abonneren klikt en dan dat doet. Dus niet als iemand anders een abonnement geeft, dat telt niet mee. Niet als je met een Prime account abonneert, dat telt ook niet mee. Nee, het is echt een tier 1. Dus echt een abonnee die vanuit het niks komt. Om dan 350 te halen, 3 maanden lang, is voor mij onmogelijk. En volgens mij zelfs voor, 99% van Twitch Nederland is het onmogelijk. Om een betere deal te krijgen. En als je dan bij YouTube kijkt en bij Kick kijkt, dan heb je gewoon een veel betere deal. En dan hou je in ieder geval nog een beetje over. Want nu gaat alles naar Twitch. Dus als jullie abonneren, moet je nagaan. Als jullie abonneren, wat ik al waardeer, dan heb je geen reclame op Twitch. Hè? Dat is het hele ding van Twitch. Dan heb je geen reclame op Twitch. Dan abonneer je voor €3,99. Nou, de helft gaat naar Twitch. Dus ik hou daar, zelf hou ik daar 2 euro van over. Dan komt de Belastingdienst. Die zegt, hallo, ik wil ook nog een stukje. Nou, prima, dat is gewoon normaal. Dat is menselijk, whatever. Dus daar halen we nog even, wat is het, 25% of zo, 30%. Je hebt natuurlijk allemaal verschillende staffen, maar laten we even voor de makkelijkheid even een gemiddelde pakken. 25%, whatever. Zit dus ergens tussenin. Of 30%, whatever. Dan hou je ongeveer €1,60, €1,50 hou je over. Dus jij betaalt 4 euro en ik krijg 1,5. Dat is bizar. Dat is echt bizar. En dan heb je ook nog eens de eisen op Twitch dat je dus per se 350 moet halen om maar een betere deal te krijgen. Ja, zoek het uit, gast. Zoek het uit. En als je een Twitch-stream aanklikt en je hebt geen abonnement, wat heel veel mensen hebben, wat ik compleet begrijp, krijg je 6, 7, 8 reclames achter elkaar. Wat is dat voor bullshit, bro? Waarom krijg je zoveel reclames in je mik gedouwd die je helemaal, wat is dat voor onzin? Elke keer als ik op Twitch klik en ik klik een streamer aan, dan krijg ik 6 reclames. Ik klik meteen weg. Het boeit me helemaal niet meer. Ik was gewoon nieuwsgierig, maar nu niet meer. En dus elke keer als mensen op mijn stream klikken, zie ik in de chat, oh, ik heb reclame. Helemaal kut, bro. Ga naar YouTube voor een stream. Klik op een random streamer aan op YouTube. Bro,
misschien een keer reclame. 9 van de 10 keer gewoon niet. Dus dan kan je gewoon voor mensen die niet abonneren, die niet geld mogen uitgeven. Kids die bijvoorbeeld stiekem een leeftijd invullen en toch willen kijken wat er gewoon gebeurt. En ook op Twitch. Of mensen die het geld niet hebben. Die hebben dan niet een 2 minuten lange reclame die elke keer afspeelt. Voordat ze weer even een half uurtje mogen kijken. En dat het er weer reclame wordt afgespeeld. Dat is helemaal kut. En ik gun dat gewoon niet. Ik bedoel, ik heb liever dat ik dan 50 mensen die lid zijn op mijn YouTube. Dus die dan betalen. En dat is ook nog eens een voordeel. Op YouTube bepaal ik hoeveel de mensen kunnen betalen. Dus vanaf YouTube heb je bijvoorbeeld €3. Je hebt 5. Je hebt 2 of 3. Wat was het nou ook weer? Volgens mij heb ik 3 gedaan. Je hebt €3, dacht ik? Of €2? Oh, ik weet het niet meer. Oh, kut. Tim, weet jij het nog? Oh, ik hoop dat de moderator het nog weet. Maar in ieder geval, je hebt op YouTube verschillende staffen van abonnees die je kan instellen. Op Twitch is het gewoon, yo, €4 of €10 of 9 of zo. Of €17. Punt. Maar gast, why? €2,99. Ja, volgens mij heb ik €3 neergezet. En dan is... Je hebt een €3 abonnement op YouTube. Je hebt een €5. Je hebt een 10. Je hebt een 20. En je hebt een 50. Dan kan je zo losgaan als dat je wil. Dat boeit helemaal niks. En op Twitch heb je gewoon... Nee, je moet dit. En moet dit. En al die kutregels, man. Helemaal geen zin erin, gast. Helemaal geen zin meer in. Dus... En ik ben daar gewoon klaar mee. Na al die jaren, er verandert gewoon niks. En ik ben daar gewoon klaar mee. Dus ik ga vanaf augustus ga ik officieel naar YouTube toe. Het is niet een of andere deal die ik doe of zo. Dus het is ook niet dat ik alleen op YouTube ga. Misschien doe ik nog een andere stream service erbij. Dat weet ik allemaal nog niet hoe of wat. Maar dat zie ik dan wel. Maar dan zie je me in ieder geval daar op mijn hoofdkanaal op Milan Knol. Dus dat is vanaf augustus. Voor nu blijf ik gewoon lekker op Twitch. Want ik wil dat niemand, iedereen die abonneert, zoals bijvoorbeeld Rowenia, heeft net geabonneerd met haar of zijn Prime. Of het. En die wil ik niet nu ineens zeggen van, yo, ben morgen weg. Callum, bedankt voor je nog geen euro en joe. Dat die voel ik niet helemaal. Milan, wat een prachtig verhaal. We love you, maar trap die game aan. Je hebt gelijk, gast. House Flipper 2 is een game. Ik ben niet real life houses aan het flippen. Wij hebben Family Premium, €18. Ja, ik heb ook YouTube Premium. Dat is ideaal. Dat is inderdaad iets van €14 of zo, €13. En dan heb je gewoon nergens reclame op heel YouTube niet. Zelfs niet met livestreams. Gewoon never, nooit. Beetje hetzelfde als Twitch Turbo natuurlijk. Heb je op YouTube ook zoiets met tier 2 vergelijkbaar of is het gelijk? Nou, bijna alles kan je meenemen eventueel. Emotes kan je meenemen. De hele mikmak. Alleen de YouTube chat is een beetje kut. Ik raad heel erg aan om Truffle te gebruiken. Truffle VIP. Ik typ het wel even in de chat. Truffle VIP is ideaal. Of Truffle VIP. Volgens mij is het gewoon Truffle Chrome extension of zo. Of is het uitroepteken Truffle werkt dat ook? Oh ja, uitroepteken Truffle werkt ook. Dat is een extensie van Ludwig, een grote YouTuber. En die maakt de YouTube-chat wat makkelijker. Dus dat is beter. Yo, Wouter. Thanks voor de sub, Wouter. Kogelman. Thanks, bro. Moortje, dankjewel voor de 100 bits. FC Utrecht, dankjewel voor de 18 maanden. En Deadly Noah, dankjewel voor de 5 maanden. Laten wij... wat is truffel? Ja, uitgetrekt truffel. Het is in het Engels truffel, niet Nederlands truffel. Royalistic zit ook al heel lang op YouTube. Ja, dat klopt. Ja, die heeft het daar prima naar zijn zin, gast. Dus misschien wil je Royalistic nu nog vaker met me samenwerken. Het zou mooi zijn. Hey Roy, als je kijkt, wil je met me samenwerken alsjeblieft? Nee, ik was laatst nog gezellig met de boys, met Roy en Don en weet ik het allemaal, de mannen van Focus. Naar Tikibad. Lekker zwemmen, gast. Dat was leuk. Maar dat kon je allemaal zien op Snapchat. Als je mij op Snapchat volgt, tenminste. Had je dat gewoon allemaal kunnen zien. Ik heb nu ook allemaal dingen op Snapchat gezet. Ik weet niet meer zo goed wat. Wat had ik ook weer op Snapchat gezet gisteren of eergisteren? Was het? Ik ging naar het tuincentrum met Elisabeth. Allemaal snaps. Leuk, gast, vet. Uitroepteken Snapchat, man. Uitroepteken Snap mag ook. Heel cool. Bestaat Snapchat nog? Ja, bro. Bro. Ja, bro. Bro. Het is niet normaal. Hoeveel weergave
Dus hoeveel kijkers er nog zijn daar. Het is insane. Ik had het niet eens verwacht. Ik wist het niet eens. Ik had het geen idee. Ik had echt geen idee. Maar ik vind Snapchat veel leuker en handiger dan Insta. Yo, er is nog iemand lid geworden, man. Thanks, bro. Thanks. Oh, Kel. Hey, Kel. Thanks. Dankjewel, Kel. Leek hij 3 maandjes al woppa op naar meer. Dankjewel, kapitein Aso. Dankjewel voor de 3 maanden, gast. Thanks, bro. Oké, cool. Ik ga even een introotje opnemen en dan gaan we beginnen met House Flipper 2. Het is niet de officiële House Flipper 2. Het is de... Ik moet elke maand €20 uitgeven aan echte kutcontent, anders ga ik dood volgens mijn zieke geest. En nu dan? Ik ga echt niet elke maand €200 in je brievenbus donderen. Dat is 250 kilometer rijden. Ja, dat is wel veel. Maar dan rijd ik wel naar jou toe, joh. Oh nee, dan ben ik €200 kwijt aan benzine. Nee, dat leed ik wel van auto. Ik ben niet meer anders. Prolabs, dankjewel voor de €2,55. Waarom moet jij elke maand €20 uitgeven? Gast, dat kan dus nu ook. Maar op een andere manier. Ik waardeer het, Prolabs. Dankjewel, gast. Ik waardeer jou echt. Dat is het hele ding ook. Er zijn zoveel mensen... Stop met al die dingen, alert! Stop! Er zijn zoveel mensen die al zoveel maanden zijn geabonneerd. Daarom wil ik het vanaf augustus doen. Zodat je nog in ieder geval die maand volledig je waar kan krijgen voor je hele Twitch gebeuren. En je hele meuk en je ding. En je flik, flap, flop, flap, flip, flap, flop. Flip, flap, flip, flip, flop. Flip, flap, flap, flip, flop. Yo, Tim van der Broek, dankjewel voor de sub. En Shorty. Shorty, thanks voor de sub, man. Wouter Jannink, dankjewel voor de sub. Thanks, ouwe. Dankjewel, gast. Dankjewel, gast. 1 augustus. Ja, 1 augustus ga ik waarschijnlijk op vakantie. Dus dan wordt het lastig. Daarom zeg ik vanaf augustus. Omdat als ik 1 augustus zeg, dan denk je allemaal dat ik 1 augustus live ben. Maar dat ben ik dus niet. Dus dat is dan raar. Snap je? Dus vandaar. Even kijken. The game. Ik wil gamen. We hebben vandaag trouwens ook een KitKat break. Dus dat is ook leuk. Oh nee. Ha. En wat dus betekent de KitKat break? Mocht je er net nieuw bij zijn. Een KitKat break is een pauze die wij inlassen. Zodat we even allemaal gewoon even naar het toilet kunnen rustig. En dat we ook even kunnen chillen. En dat we een spelletje met jou doen. Dus dan doen we samen even een spelletje. Dat is wel leuk. Ga je nog wel de gemaakte streams op YouTube zetten? Ja, elke stream die ik doe wordt gewoon net zoals vanouds gewoon op Milan Knol 2 geüpload. Dus daar verandert allemaal niks in. Maar mocht je echt superveel vragen hebben, ik zal zoveel mogelijk proberen te beantwoorden vanavond in mijn Discord. Dus discord.gg/Milan Knol. Dan zal ik even een soort van FAQ doen. Dus zeg maar vragen die veel voorkomen. En dan zal ik zeggen, yo. Zo van, dit is de vraag, hier heb je het antwoord, dit is de vraag, hier heb je het antwoord, dit is de vraag, hier heb je het antwoord, dat soort dingen. Dus dat zal ik daar even posten. Stopt de sub-only Discord ook? Nee, die stopt niet. Die gaat gewoon, zeg maar, die wordt gewoon overgeschakeld. Dat is het hele ding. Dus ja, tuurlijk, als je Twitch-sub verloopt, dan ben je daar niet meer sub. Maar dan sub je bij die andere en dan ben je weer sub. Tadaa. En het is nog goedkoper ook, want bij Twitch is het 4... En bij die andere is het 3. Nou, wat een leven. Nog een goedkoper. En dat kan ik doen, want de verhouding is beter. Ja, snap je. Goed. Oké, we gaan even een introotje opnemen. Als jij even in de intro wil, hier zo, dan typ even... Hallo mam, ik ben nu beeld. Hallo mam, welkom bij de vlog. Of zeg iets grappigs. Leuk man. Dan kan je dan leuk, hè, voor de YouTube. Nou, vet. Cool. Start opnemen. Goed. Ja, vet. Sick. Hallo, dames en heren. Daar ben ik weer. Mijn naam Milan Knol en vandaag spelen wij een nieuw spel. House Flipper 2. House Flipper 2 is dat je een huisje maakt en dan ben je helemaal aan het verbouwen. En dan maak je iets cools en dan wordt het helemaal nieuw. En dan kun je het helemaal inrichten. Niet nu, spiepa. Ik ben midden in mijn intro. Even wachten. Hey, hallo, dit is YouTube intro. Mijn naam Knol en House Flipper 2 spelen we vandaag de demo. Want de echte is nog niet uit, dus dat wordt leuk. Maar hoe leuk, dat zien we zo meteen. Het is een spel waarin je een huis krijgt en die is helemaal oud. En die moet je renoveren en die moet je nieuw maken en die moet je vet maken en cool maken.
En dat gaan we doen. En dat is de tweede versie. En ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Nou, laten we de game ingaan. Top. Ha! Te laat, Wesley! Super te laat! Naar huis! Ga maar naar de kantine. Ga maar douchen. Ga maar douchen. Douchen, Wesley. Niet meer terugkomen. Helemaal klaar mee. Spiepa, wat zeg jij? Ken je de YouTuber IC? Hij is de beste livestreamer van België en Nederland. Ik ken hem, ja. Als in qua naam. En dat is heel toevallig, want ik heb hem vorige week ontdekt. Via... Nee, afgelopen zondag heb ik hem ontdekt. Via iemand anders. Een andere guy zei, ken jij hem? En toen liet hij dat letterlijk zien. En toen zei ik... Toch nog maar even een maandje. Ik heb geen idee. En toen ging ik even zijn kanaal checken en nu weet ik wie het is. Vet, man. Leuk, hè? Wat een boeiend verhaal ook. Heel boeiend. Goed. Annemieke! Dankjewel. Maandje Prime. Er staat geen Prime bij. Maar dat is het hele ding. Dan moet ik die 350 halen. De abonneer met Prime. Ik waardeer dat. Dat is super nice. Maar voor de verhouding heb ik... Dat snap je? Ik heb er niks. Dat is zo dom iets. Maar goed. Familie Groen! Dankjewel. Oké, game. Game. Hallo. Game. Ik zie zwart beeld. Ik wil een game. Ilan. Ik wil een game. Ja! Dit is een game. Dit is wat we willen zien. Goed. Niet nu, Elf. Ik... Niet nu. Dit is niet nodig. Dankjewel, maar... Bruh. Dank. Elf. Maat. Je man. Nee. Ik... Oké. Goed. Hoe heet ik? Milan Knol. Gender. Ik twijfel nog wel eens. Maar doe toch wel die pijltje naar boven. Ik onthoud dit altijd gewoon zo dat dit rondje... En dat pijltje is dan zeg maar zo'n klein... Stijf... Voorplantingsgeweer. Snap je? En dan zo onthoud ik het. Goed. Selecteer. Save. Yes. Select. This is the new game. I like it. Hebben we ook een andere language? Hebben we Nederlands? Dutch! Are you klutten me? Zijn we echt Nederlands? Hallo? Dutch. Come on, man. Ja hoor, Japans kan dan weer wel. En nu weet ik niet meer wat is. Ah. Oh, gelukkig. Frans ook. Allemand. Dutch. Nederlandisch. Ah. Ket. We hebben geen Nederlands. Ja, dat is nog niet. Jammer, maar dat komt wel. Oké, dit is prima. Ja, dit is trouwens niet prima. Nou, wel is wel prima. Whatever, boeit. Die zetten we natuurlijk op ultra. De kwaliteit op het hoogst. Let's go, man. Ja. Close. Start new game. Goed. Fred, dankjewel voor je parkeerbordje. Dankjewel, ouwe. Spiepa. Dankjewel voor de euro. Je mic hapert een beetje. Mic? Mic is prima, ouwe. Mike hapert. Oh, dat is de stream. Daar. Die heeft problemen. Oh, jee. Oh, ik weet hoe het komt, denk ik. Dat kan ik niet meer fixen nu. Oh, fijn. Nou ja, stream is gezond, staat er. Oh, ik word gebeld! Opnemen, Tom. Hey, hello. So, how do you like the house I found for you? Beautiful, isn't it? Ja, it's beautiful. Very beautiful. Goed. Exactly. Knew it. I'm really good at my job. Is mooi? Not? I'm so happy I can help you out. I have to say, your mooi. Message was quite a surprise. Out of all things, you go for house flipping, huh? But there's nothing I wouldn't do for an old friend. Oh, ik ben een vriend? How did you even find this, boy, Benit? Thanks! And who am I to stop you? I have other houses to sell anyway. Thanks. And I hope that after you're done with this one, I'll make a sweet commission off selling it. Nice. After all, who wouldn't want to live in such a wonderful neighborhood? Take care for now. Het ziet er wel mooi uit hier. Dit is wel echt heel mooi. Mooie plek. Er staat pick-up, maar ik kan niet pick-uppen. Oh, dit moet nog gedaan worden. Oké, cool. Hey, allereerst... Oh, dat is een applaus. Dat is het verkeerde. Mortje Bailey, dankjewel voor je parkeerabonnement. En... Spiepa, ja, thanks voor die euro. Had ik al gezegd? Ja, ik al gezegd, man. Rustig. Goed. Wat is dit nou weer? Flipper tool. Dat is iets nieuws. Flipper sensors. Oh, dan druk je R en dan wordt dat...
Zo van, hé, dit mag je verkopen. Dit ziet er mooi uit, bro. Kijk, dan krijg je een beetje geld. Kan ik ook verkopen. Nice, dit kan ik allemaal verkopen. Klik, klik. Hoppa, gewoon even eerst wat geld binnenhalen terwijl ik nog niet eens wat heb gedaan. Hoppa. Maar het ziet er echt mooi uit. De graphics zijn echt verbeterd met de vorige. Oké, dus dit huis is van ons nu. Collecting trash. Wat is dit dan? Is dit troop? Oh. Oh. Nou, dat ruim je zelf maar op dan. Moet ik dit erin doen? Oh ja, dit moet ik erin doen. Goed, kan ik al naar binnen? Ik wil naar binnen eigenlijk. Ja, dat kan. Trash aan de kant. Oh, die zijn al vol nu. Ah. En dit moet ik dan verkopen, denk ik. Dit ook. Dit boek kan ik niet verkopen. Ja, dat moet nog gedaan worden, ja. Ah. Die moet ik allemaal nog verven, natuurlijk. Hè, de graffiti, daar wil je niet op een huis houden. Ik gooi dit wel gewoon netjes naar buiten. Huh! Hé, waar is hij? Oh, als je het in het oceaan gooit, je vuilnis, dan verdwijnt het. Dat is net real life. Hier, zie? Dat is net real life. Goedenavond iedereen. Goedenavond. Goedenavond Jukes, dankjewel. Goedenavond Yuri, dankjewel. Goedenavond. Kan dit ook allemaal nog verkocht worden? Verkocht? Alleen die. Ik heb ook een zaklamp. Oké, nice. Dat kan ook weg. Dit niet? Oh. Oké, moet ik dan dit hierin doen? Ja. Ah. Oké, task. Ik moet dit allemaal verkopen. Dit is... Ik moet nog trash vinden en steens. Maar steens is denk ik... Dat is denk ik... Dit. Of niet? Oh, wat is dit? Oh, dat zijn dit. Oh, dat is dit. Oh, hoe doe ik dat dan? Cleaning. Hallo Milaan, doe de groeten. Oké, Hans. Hey, Jens V! Dankjewel voor de doensie bintie. En Viva, dankjewel voor de 200 bintie boentie. Dankjewel. En BBJFVB, dankjewel voor de sub. Ja, dat ziet er cool uit, dit. Oh, dat is heel satisfying. Kijk nou. Oh, dit is... Oh, kijk nou. Oh, dit is heel satisfying. Dit is zo goed gemaakt. Dit spel wil ik spelen. Ik kan niet wachten totdat deze uit is. Dit wil ik echt spelen. Oh, en hier wordt het ook wat anders. Yo, dit is zo cool. Het gevoel toen je vroeger klein was en je grote zus of broer je vertelde dat Sinterklaas helemaal niet bestaat. Nu heeft iemand mij verteld dat boze knol op Twitch helemaal niet bestaat. Niet lullig bedoeld, maar brand in de hel. Verder geen haat hoor. Hoe heb jij zoveel humor en zit je in mijn stream? Het is ongelooflijk. Ik dacht dat ik echt... Hey, hoe trek ik dat aan? Hoe kan dat? Hup, de oceaan in. Hup, de oceaan in. Goed. Dat is wel een manier om van je afval af te komen, ja. Oké, dit is bijna klaar, denk ik. Ja, ja, ja. Hoppa, hoppa, hoppa. Dit ook weg? Nee. Nee, die wel. Dat is onkruid, denk ik dan. Zo. Dat was het, denk ik, hè? Ja. Dit kan allemaal nog niet weg. Dit nog weg, dat nog weg. Dit moet allemaal blijven staan. Niet nog dingen die weg moeten. Ja, daarachter. Dit. Aha! Die flipper senses, dat daar onderin, wat daar staat, dat R, dan krijg je van die lijnen zoals dit. Dat is super chill. Daar kun je het super goed mee zien.
Ik moet nog 3 dingen verkopen. Een pion. Oh, dat is ook chill. Dat ze dat gewoon laten zien, bro. Dus dit. Pion en nog iets van onkruid. Waar is die pion? Oh, hier. En nog iets van onkruid. Huh. Hey! Hey, 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 hey! Dankjewel, Jade. Dankjewel. Waar is de onkruid? En toen stond ik daar. Voor een huis. Oh, daar! En ik zei het luid. Hier is mijn onkruid. Aha! En dan... Squares, trashes, stains. Oh, wat heb ik nou weer in mijn hand? Cleaning, stain. Oh, dat is natuurlijk dat die graffiti aan de zijkant. Oh ja, hier. Aha! Hey! Annette Kuch! Zag ik dat goed? Dankjewel. Thank you. Ik vind dit... Kijk hoe soepel dit is. Woep, 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 woep. Hey, oké. Er is 1 ding. Als ze dat hebben gefixt... Dan ga ik deze game echt 4 keer kopen. Op 4 verschillende accounts. En dat is als volgt. In de vorige versie... En daar irriteerde ik me dood aan. Deurtje open. Was er een lamp. Deze lamp bijvoorbeeld. Die brandt. En als je dan naar binnen ging... Dan ging die lamp ineens uit of aan. Dus als dit nu zo is, als ik hem nu aandoe en ik loop naar buiten en hij springt uit, dan hebben ze het niet gefixt. Als hij aan blijft, hebben ze het gefixt. Want ik irriteerde me daar helemaal stuk aan. Oké, hij gaat aan. Hij gaat niet aan. Er is geen stroom. Gaat er iets, kan er iets aan? Of zit hier een vis aan de muur? Is er een andere... Oh, ik kan niet verder... Oh, dat is ook wel heel realistisch, dit. Dat er iets voor ligt, natuurlijk. Hè? Oh, hier, wacht. Dit kan vast wel aan. Die. Zo. Zit de stroom er nu op? Ja, dit is het licht. Hij blijft aan. Belult. Turn off, turn on. Ik zie niks gebeuren. Maar hier is het... Hier is de lamp aan... En ik ben in een andere kamer. Ik denk dat hij dat doet. Ik denk dat als dit aan is nu... En ik ben hier... Dan doet hij het. Want eerst was het per kamer. Oh, eindelijk! Deze game is zo goed geworden. Hey! Keesiane! Stoppen, Keesiane. Stoppen ermee. Dankjewel voor je, wat is het, 8 maanden. Thanks, ouwe. Thanks, thanks, thanks. Trashes, wat is trashes dan? Dit. Oh, dit is trash. Waar is Twitch chat dan? Dat is ook trash. Nee, dan is verder Twitch chat trash is. Himmi. Ja, himmi zelf, gast. Wat dan? Kom 1-op-1 dan met je trash. Weet je dat ik meer afval kan pakken dan jij er kan pakken? Weet je dat ik doe dat... ik doe dat soort dingen. Dan denk je, wat bedoel je dat ik doe dat soort dingen? Wacht. Hands. Zo. In het echt doe ik dus dit niet. No. 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 No, 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 no. I never do that, never. But... Ik doe dus mee. En dat wisten jullie misschien helemaal niet. Er is een kelder. Oeh. Oh. Ik kan het net niet zien. Nou ja, zeg. Oh, dat kun je zelf doen. Knol was hier. Wow. Wat cool. La la. Voortplanting. Oh, een beetje fout getypt. Nice. Heel cool. Gaat nu dit open? Ja! Haha! Yo! Dit is cool. Wat spelen ze? Wat spelen ze? Is dit Dungeons and Dragons? Of Slangen en Ladders? Dat is een spel van vroeger. Dat ken je alleen als je oud bent. Dan ken je Slangen en Ladders. Toch? Cluedo, is dat het?
Lijkt wel zo, ja. Ja, lijkt wel zo. Goed. Hier kan ik niks doen, denk ik. Want ik heb hier niks te doen, toch? Tap. Nee. Oké, als ik hier naar buiten ga, dan heb ik weer één ding erbij. Surface finishes. What does that mean? Oh, huh? Wat is dit, joh? Wow, dit is raar. Hoe dit werkt? Moet dit? Moet dit ook? Want ik zie squares, 0, 3. Zo moet het niet eens. Zo moet het niet eens. Nee, dat moet niet eens. Of moet ik dit doen? Is het voor dit? Ook niet. Oh, ik ben, kut, ik ben die hele, het hele huis nog erger aan het slopen. waar moet ik dat voor gebruiken dan? Want er staat hier... Oh, huh? Wat klikt ik op? Elegant wood panels, cool wood. Oh, dat moet ik opsmeren. Ja. Oké. En waar plaats ik dat dan? Zo. Oh. Oké. Interessant. Oh, dus het moet wel. Dit is goed. We zijn hier klaar. Ik vind het best. Goed. Naar binnen. Yo Jasper, dankjewel voor je... $1.28. Of zoiets. Thanks voor de dollars. Wie gebruikt dat nog? Read. Nou, dat gaan we allemaal niet lezen. Wat moet ik hier doen? Ik heb hier schoonmaken, trash en ik moet dingen verkopen. Oké, flipper tool. Hiermee kan ik dingen verkopen. Klik, klik, klik. Gaan we dit even helemaal op. Dit ook? Oh, ik denk het wel. Dit ook. De hele bende. We verkopen gewoon de hele bende. Mooi huis. Niet meer. Het is allemaal troep, joh. Hoppa. Zo. Allemaal troep. We gaan dit helemaal renoveren straks. Dat is zo cool aan dit. Dat we dan allemaal nieuwe dingen mogen plaatsen. Het hele proces is gewoon heel satisfying. Even de flipper sands aan. Oh. En de rest boven hebben we 37.500. Is dat veel? Klik, klik, klik. Oh, dit nog. Mandje ook. Mandje. Tegelaar. Hand. Oké. Tiet, tiet. Dankjewel Jens Games on YouTube. Dankjewel. Dankjewel Wouter voor de 5 gifted. 5 gegeven dingen. Dank u wel, meneer. Klik, klik, klik. Oh, dit voelt zo satisfying. Het licht is aan. Het licht is aan. Oh, dit is mijn licht. Ik had de zaklamp aan en uit. Stop met dingen doen. Om de hoek. Gaan we terug naar om de hoek. Dankjewel. Martijn. Seila. Seija. Seijla. Raar. Kobi, Luc, Steef, Wouter, bedankt. Hè? Bedankt. Er is een hele lijpe file inderdaad. Stop! Ja, Steef, leuk. Opgedort. Stop. Word nog druk in die parkeerplaats. Bro, wat als ik... Wow, wat als ik... Zo'n overview heb van een parkeerplaats. En dan zie je jullie namen. Oh, dat is Pok. Ik zei laatst trouwens Pok in de Discord bij iemand. En toen zei hij, oh, dat is zo cringe. Toen zei ik, jij en je hele in-game familie zijn niks waard. Volgens mij kan je dat gewoon zeggen, toch? Dat mag gewoon, toch? Vind ik. Ik vind dat je dat gewoon mag zeggen, gast. Boeit. Cel. Ik bedoel... Boeien, ik vermaak me met dit. Wat ben jij aan het doen met je leven? Waarschijnlijk veel nuttigere dingen.
Ja, ik bouw de weg waar jij op loopt. Ja, boeien gast, boeien. Ik kan zonder weg ook lopen, toch? Gewoon zand, gewoon, is toch niet gewoon zand? Is toch gewoon zand? Ja, goed. Goed verhaal. Zo. Dit kan in de prullenbak. Ik snap het nu, man. Ik snap het de game alweer. Het is zo goed. Oh. Het is ook leuk dat je dat vuilnisdingetje dan weglegt. Weet je wel? En het leukste is ook... Dat ze door blijven gaan, knolgiftet! Wie was dat? Wat gebeurde daar? Wouter geeft weer 10. Bro! Dankjewel, Wouter. Shout out jou, man. You are carrying. Dankjewel, gast. En dit... Dit vind ik ook top. Dat je gewoon je afval in de oceaan dan kan dumpen. En dat gewoon niemand er naar omkijkt. Ik bedoel, er zijn al landen waar dat heel normaal is. Hè? Dus waarom ook niet gewoon de in-game wereld landschap? We moeten nog 1 ding verkopen. Wat dan? Oh, dit. Oh ja. Oké. Okay. En dan buy. Ja, dat ga ik niet doen. Ik moet eerst even iets dingen opruimen. Opruimen. Trash. Yeah. Oh, trash. Ik vind het wel een cool woord, trash. Trash. Je bent echt trash, man. Het is toch ook een hero op League of Legends. Of een champion moet je zeggen, sorry, champion. Trash. Waar ben ik ineens beland trouwens? Waarom loop ik ineens omhoog? Ik wil hier helemaal nog niet zijn. Trash. Die heeft zo'n haak, volgens mij. Toch? Dump. Ja, nog iets verder. Hoppa. Ik heb ook gewoon voeten. Het is een hele fijne game. Hoe het speelt is ook heel fijn. Ze doen het goed. Clean. Dit is ook nice. Oké, okay, hier zo even cleanen. Straks krijg je Greenpeace aan de voordeur voor het afvaldumpen in de zee in-game. Ik weet nog wel dat toen bij Garden Simulator... Ik weet niet of jullie die game nog weten van mij, dat ik dat speelde. Dat Garden Simulator was geniaal, want ik gooide mijn afval toen over de schutting. Gewoon in het bos. En toen kreeg ik de volgende dag een e-mailtje van... Of een berichtje, of een postbericht, whatever, wat het ook weer was, een brief. Van de boswachter. Ja, je moet een boete betalen. Ik wil graag bloemen van je uit de tuin, omdat je afval hebt gedumpt. Toen dacht ik, wow. Deze game is realistisch, bro. Damn. Dat was zo onverwacht, maar zo geniaal. Dat zeg ik net. Nee, dat zeg ik net, Regilio. Dat zeg ik net. Dat zeg jij niet. Jij typt het. Ik zeg het. Oh, Susanne, dankjewel voor de 9 maanden. Prime. Dankjewel, Susanne. Goed, moet dit ook schoon, dat stukje trouwens? Dit? Ja, dat is gewoon schimmel. Krijg je ook als wat dode mensen toch in je huis liggen? Want ik heb dat namelijk ook op mijn muren daar, een beetje schimmel. Interessant. Ja, dit doe ik straks wel. Dit doe ik ook straks wel. Maar goed. Hoe bevalt het spel nu? Goed. Zeer goed. Alleen ik moet dingen kopen nu. Ik moet doen. Vacuum dirts. Oké, hoe doe ik dat? Dit is voor de eerste keer stofzuiger gebruik. Oh. Oh ja, zuig me, baby. Oeh. Yeah. Oeh, man. Kijk me gaan. Ben je trots op me? Nice. I like it. Ik heb hem geparkeerd in je garage. Bro, ik heb geen garage, maar je bent welkom, man. Oh, dit moet nog schoon, hè? Moet ik nog zuigen? Want ik ken wel iemand die daar heel goed in is. Grappig. Waar moet ik nog zuigen dan? Ik zie verder niks. Oh, hier.
Ja, dat was hem, hè? 1-1223, ja. 1234, 12345, 123456, 1.234.567, 12.345.678, 123.456.789, 1.234.567.890, 12.345.678.901, 123.456.789, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
wat slaat dat nou weer op? Ook echt op het eind. Dank je voor het luisteren. Alsof ik het wilde. Alsof ik dacht, oh nice, dit is een leuk luisterboek. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1. Donder op, man. Wat gebeurt hier, gast? Oh mijn god. Wat gebeurt hier? Wouter geeft 25 gifted subs. 25. En nu gaan ze allemaal één voor één dat doen of zo? Het slaat helemaal nergens op. Zie je er wel elke keer een andere kleur auto? Leuk, hè? Leuk bedacht, hè? Leuk bedacht. Kijk, nu was hij blauw. En nu? Oh, nu is hij ook blauw. Oké, we gaan de kleur gokken. Groen. Weer blauw. Groen. Weer blauw. Hoezo is het elke keer blauw? Hij moet elke keer wat anders zijn. Wat? Weer blauw. Ja, wat een onzin is dit. Hoe lang duurt dit, gast? Ik heb geen idee hoe dit werkt, gast. Ik denk dat er een bug is. Leuk, man. Leuk. Ja, oké, we weten het nu wel. Zo, klaar. Weg ermee. Goed. Helemaal klaar mee. Best. Bedankt, Wouter. Wordt gewaardeerd. Oprecht. Goed, we moeten nog een beetje dingetjes schoonmaken, volgens mij, hè? Ja, dit. Komt dit door het stofzuigen net? Heb ik misschien een dode rat in de zak zitten? Dat het daarom zo vies is? Oh, je ziet ook een beetje van dat belletjes eraf komen als je weet dat je klaar bent. Moet je maar kijken. Dat is ook nice. Kijk, let op. Zie, dan weet je. Oh, je bent klaar. Bro, ze hebben overal aan gedacht. Dit is echt top. Dit is echt een goede game, man. Game of the year. Yo, game of the year. E-sports. Yeah. E-sports house flipper, let's go. Oh, kijk dan. Vet. Oké, what's next? What's next? Alles schoongemaakt, denk ik. Ja,
Trash. Oh, er is één ding trash nog. Wat is trash dan? 1223, 1234, 12345, 123456, 1.234.567, 12.345.678, 123.456.789, 1.234.567.890, 12.345.678.901, 123.456.789, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dank je voor het luisteren. Ik wilde dit niet. Jens? Goed. We kopen dit. Oh, nu gaan we voor het eerst proberen hoe dit werkt. Oké. Okay. I'm gonna pick this up. Gonna pick this up. Wanna let you down. Gonna wanna know why not a day for them. Oh. Dit is cool. We moeten ook een klok hebben. Dit Martin. Zo, wat veel kleuren. Nice, bro. Dat is zoveel veranderen. Hier de klok. En dan carpet. Kan ik een... Ja hoor, dat kan gewoon. Ik kan gewoon een roze carpet, fluffy. Met een patroon. Oh, dit is fantastisch. Ik wil zebra's. Oh, wat cute. Dat is voor op de grond, toch? Een carpet. Waarom kan ik hem dan aan de muur hangen? Wat... Goed. Een plant. Ja, die koop ik. Heel cool. Zet die maar hierop. Een bak. Oh, je hebt hier de pot. Wacht, sorry. Ik moet die dan daarin doen. Zo, je hebt wel veel vrijheid, hoor. En er zit mirror. Mirror. Ah, left or right. Ah, maakt me niet uit, joh, gast. Ja. Waar hang je dit? Als je al een carpet... Kan dat op de grond? Nee. Doe maar gewoon hiervoor. Gewoon zo. Dat je dan eerst tegen de billen aankijkt. Dat je denkt... En dat je dan springt om te zien hoe je haren eruit zien. Nou goed, als je kaal bent, dan boeit het toch niet. Ik zou gewoon kaal gaan. Dan komt het eigenlijk op neer. Yo, Anita! Dankjewel, Anita! Anita. Dankjewel. Ja, Stream Elements doet het niet helemaal goed. Tim is een beetje boos. Dit is heel fijn voor een demo game, Wouter. Dit is echt oprecht super, super vet voor een demo game. Hoe dit speelt. Maar ik wil eerst eigenlijk even verven. Wat is dit? Squares. Paint. Blocks. Dingen slopen ook nog. En waar is dan de trash? Waar is de flipper sense? Ik druk op flipper sense, maar ik zie... Wat? Was daar een onzichtbaar touw of zo? Oh, dat was misschien een spinnenwempie. Die zag ik niet. Was dat het? Ik denk het, hè? Ja. Ik kom uit Lemberg. Ik denk het. Ja, ik kom uit Lemberg. Lemberg. Oh, Maastricht. Ik zie het niet, gast. Ik zie niet waar ik het moet schoonmaken. Oh, hier. Hé, maar dit is van boven. Ik pak dit van boven. Ik pak het van boven. Boven. Kijk er van boven. Hier, helemaal boven. Maastricht ligt onder. Maastricht ligt onder. Sorry. Bij me. Op de grond. Ja, waar op de grond?
Hold to close back. Nee. Waar is het? Ik zie het niet hoor. Come on, man. Je kan er wel doorheen, maar... Dat is niet de bedoeling. Kan ik nu hier dingen pakken? Ik snap het niet. Ik denk als ik het nu niet ga vinden, ga ik het nooit vinden. Dus, want er liggen allemaal spullen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sorry, Milan. Nog een keer vraagteken na B, C, D, E. Sorry Milan, en dan nog een keer. Nee, tuurlijk niet, Jens. Op donderen, gast. Niemand vindt dit leuk. Misschien één iemand. En die persoon heet dan Jens. Alle Jens aan dek. Zo zou ik jou noemen op school, als je dit zou doen bij mij. Zou ik jou plagen met... Alle Jens aan dek! En dan gaat iedereen bukken en dan gaat iedereen onder de stoelen en onder de tafel zo. Alle Jens aan dek! Maar goed, ik zie niet waar de afval is. Sad. Er is er nog één, maar waar? Ik klik ook gewoon overal, maar ik zie het niet. Jensen de chat uit. Niks te jagen, mestreeg, herveer, hubben de beste flyen. Shadow, praat even normaal. Niks... Tegen mijn streek, hè? Veer hubben de beste flyen. Gast, ik weet niet wat je zegt. Ik denk iets van, hou je bek, wij hebben fly. Boeit. Letterlijk, alleen jullie zijn er blij mee. Wij vreten ze op. Maar blijf maar gewoon doormaken. Ze zijn heerlijk. Dankjewel, Shadow. Ho-way. Goed, ga ik nu even doen wat ik moet doen. En dat is verven. Dat heb ik nog niet gedaan. Ben ik wel benieuwd naar. Stukkel. Ja, maakt niet uit, gast. Bye. Is dit genoeg, denk je? Painting. Oh, wat is dit? Change size. Hoe doe je change size? Oh! Kijk die roller, joh! We're living in the future! Wow! Hey, dit... Ik, voor als ik alleen naar bed moet. Ik, als ik met Elisabeth naar bed moet. Oké. Okay. Wow, dit is cool. Yo, dit is echt cool. Weehoe! Heb ik dat allemaal met één rol gemaakt? Wel leuk. Oh, hij is op. Zo, er past echt veel op dan. Dat is precies. Lekker man. Oh, kan ik ook naar de andere kant? Joep, hallo? Nee, dat kan niet. Oh, maar dit is wel vervelend, want ik moet mijn muis heel ver weg doen de hele tijd. Ik moet ook bouwen, want dit ziet er ook niet goed uit. Dus ik denk dat ik eerst beter kan bouwen. Zie, mijn muis gaat elke keer helemaal zo naar achter. Dank je. Kijk hoor, mannetje. Kijk hoor, mannetje. Dank je wel, Shadow. Kijk hoor. Zo. Hold. Doe het goed? Oh, dit is wel cool.
Ik heb het gefixt. Oh, dit ook. Oh, dat moet ik natuurlijk vanaf onder doen. Ja. Bro. Wow. Oh, dit voelt echt chill. Dit is echt chill om te doen, gast. Yo, dit is echt chill om te doen. Dit is echt leuk. Dit is echt leuk. Ik word er gewoon helemaal blij van. Wat kan dat nou, joh? Ze nemen eindelijk de gaming simulators serieus, man. Vet. Oké, okay, what's next? Ik moet het nog steeds verven, hè? Ja. Let's go met verf. Oké, daar gaan we weer. Yeah. Alleen dit is dan nog een beetje vervelend. Maar goed. Kunnen we voor een beetje... Zo, hoe noem je dat? Dat heeft een gezegde. Oh, ik ben zo slecht in gezegdes. Dan knijpen we de oogjes fijn dicht. Hoe noem je dat ook alweer? Dan doen we de oogjes een klein beetje dicht. Dan doen we fijn de dingen dicht. Hoe heet dat? Squinten? Nee, gast. Wat past er zoveel in de verfpot? Ja. Ja, joh. Is helemaal wild deze game. Ja, er past heel veel in. De oogjes toeknijpen. Dat is het. Dank je. We doen de oogjes even toeknijpen op dit. Want dit is niet helemaal fijn. Kijk, ja. Ik kan het niet helemaal zien. Maar wacht, als ik even uitzoom... Moet je, en dan ga ik naar beneden. Kijk wat ik moet doen met mijn muis. Als ik hem gebruik, hè? Ja, let op. Dus ik doe dit. Zie, dat is best wel... Zie hoe ver ik moet. Dat is best wel kut, hoor. Maar ik kan dat niet per se sneller misschien zien. Want als ik ben bang dat als ik het aanpas, dat het sneller gaat, dat het dan overal sneller gaat. Oh, hier. Glass cleaning sensitivity. Dan komt er denk ik straks ook paint cleaning of painting sensitivity. Dat moet wel. Want als ik de mouse sensitivity nu aanpas, dan is dit ook ineens... En dat wil ik niet. Dus het komt goed, denk ik. Het komt goed. We moeten gewoon als community moeten gewoon zeggen, yo... Ben you well, good wees? What do you think, man? This is not handable. This is not doable. Bij deze wil ik graag een inzamelingsactie houden voor de mods van deze stream, aangezien YouTube hogere eisen stelt. Als iedereen wat doneert, kunnen we de Wajong-uitkering van de werkeloze mods aanvullen tot het minimumloon. Oh, jij denkt dat de mods niet betaald krijgen, dat ze werkeloos zijn. Oké. Nou, er gaat al jaren gaat er een deel van de subs en de donaties allemaal naar de mods, hoor. Dus je hoeft niet zo heel zielig te doen voor de mods. En je hoeft ook geen charity te starten ineens voor de mods. Ho, wacht eens even. It goes here for me, hè? It goes here for me, nou. Hey, not so sensitive nou ineens, hè? Oh, wacht. Je hebt 9 reclames op Twitch. Ah, dat is vervelend. Dat is vervelend. Was er maar een andere optie. Oei, oei, oei. Goed. What's next? Painting moet ik dan nog steeds doen? Squares. Ja, ik moet nog meer painten, maar... What do you want me to paint? Het plafond? Nee, het plafond niet. De binnenkant hier? Oh, even kleiner maken. Nee, ook niet. Goedenavond. What do you want me to paint? Misschien dit. Ook niet. Hè? Misschien dit. Waarom zou ik dit trouwens kunnen verven? Ik snap het niet. Wat moet ik nu verven? Het plafond? Ja, dat heb ik al geprobeerd. Dit is het niet.
Kijk maar. Oh ja, alleen de vieze delen van het plafond. Oh, wacht. Hey. En een Riekeetje. Dankjewel voor de sub. Tjassarina, goedenavond. Doe even uitroepteken nieuws in de chat. Uitroepteken nieuws in de chat. Vanaf augustus ga ik naar YouTube. Ziva, dankjewel voor de 22 maanden Prime. Dankjewel. Dit is wel echt satisfying, hoor. Zo. Goeie mochel. Oh, wat nou weer? Surface finishes. Squares. Wat is dit dan? Put down. Use. Oh nee, want dit moet eerst. Wacht. Dit moet eerst kapot. Met die denk ik. Ja. Oh ja, ik denk zo, hè? Oh nee, square. Waarom staat squares nog steeds 0, shit. Wat moet ik doen? Ik ben helemaal in de war. Ik ben in de war. Squares. Beach panels, neutral wood. Ja, dat zou je zeggen. Dat is dit. Oh, maar wacht even. Dit moet ik dan denk ik zo doen. En dan moet ik daar die beach panels opzetten. Dat denk ik. Ja, en dan dit stukje nog. Zo. Omdat hier vierkantjes zijn. Ah, oh, dat is het. Let op. En dan... use. Kijk, en dan kan je dit in één keer leggen. Zo de hout. Kijk nou, joh. Stop. Yo, dit werkt zo fijn! Schiet! Maar dan ga je live in het tankstation. Misschien heel... Misschien donderdag. Maar, dat is een twijfel. Dat is een twijfel. Dat weet ik eigenlijk morgen pas. Goed. Ik kan altijd de planningen kun je zien. Wanneer ik stream. Staat ook in de titel vaak. I don't want to use this anymore. Yes. En nou? Ja, er staat nog steeds collecting trash, maar ik zie het niet. Het is heel vervelend. Ik moet dit wel schoonmaken nog, zie ik. Oeh, wat een geluid. Er is een dolfijn in nood. Wat ziek. Het laatste stukje trash ligt op de kapotte stukje grond bij de achterdeur. Echt? Dit is de achterdeur. Kapotte stukje grond. Hier. Nee. Maar hier is het weer anders. Hier is het iets met squares dat ik moet doen. En dat is anders. Het gaat om dit, denk ik. Oh, dit gaat om iets heel anders. Het gaat om de buitenkant, volgens mij. Ja, zie je, het gaat om dit. Ja, dan moet ik dit doen. Oh, oeps. Zo, en dan moet ik deze hebben. En dan moet ik dit doen. En hop. Voor nu is het best. En dan moet ik waarschijnlijk ook aan de andere kant. Dan hebben we de buitenkant in ieder geval af. Oh ja, hier ook. Zie? Ja, ik snap het een beetje. Snap er niks van. Waar is dat ook weer van? Snap er niks van. Snap er niks van. Ik weet niet wat het van is. Nee, niet paint. Ik moet dat ding oppakken. Dat kan er niet bij. Joep. Dan zo. Zo. Hop. Lekker man. Ik zie hem niet. Oh, dat is van Jochem Meijer. Ja, goeie. Jochem Meijer, je hebt gelijk.
Je zegt dat hier ergens de trash ligt, maar... Ik heb mijn flippersensors aan, dus dan zou het... Dan moet je streepjes zien. En het is in deze kamer. Ik weet het niet. Dat was hem! Hier lag iets onzichtbaars. Wauw. We hebben hem. Ik klikte gewoon random, maar we hebben hem. Oké, blocks, windows. Ik ga even windows doen. Die. Het geluid, man. Heerlijk. Top. Hij heeft hem, nu kan ik eindelijk rusten, ja. Lekker bezig. Het is gewoon een glitch in de game. Het is gewoon een glitch in de game. We hebben hem. Het is gewoon een glitch in de game. Het is gewoon een glitch in de game. Volg mij op TikTok, hè, die guy. Als je weet wie ik bedoel. Ja, ja, shout-out mezelf. Hem bedoel ik. cool. En dan nu? Oké, nu mogen we dingen kopen? Oh nee, we moeten dingen slopen nog. Oh, dus voor deze dat we gaan slopen. Wat moeten we slopen? Hier heb ik net dat muurtje gelegd en ik moet het slopen! Ah, ben je serieus? Ik heb dit muurtje net gelegd, man. Zo. Nou. Stomme vlieg. Goed. Oh, oh, zo. Zo! Ja! Ik ben Thor! Ja! Oh. Wie noem jij op als je een sterk iemand bedoelt? Als je zegt, yo, deze is echt sterk. Wat zeg jij dan? Zeg je dan Thor? Of zeg je dan de vader? Of zeg je de Hulk? Of zeg je ik? Wie zeg je dan? Kast? Hulk? Ja? Wat moet ik nou weer doen? Windows? Weer Windows? Wat een Windows? Ik heb een Mac. Dat heb ik toch al gedaan, joh? Of bedoelt hij dit? Ik denk dit. Mega Mindy. Ja, deze is heel sterk, Mega Mindy. Milan Knol natuurlijk. Kijk, Roos. Jij geeft het juiste antwoord. Klopt, dat is ik ook altijd. Ik zeg altijd... Milan Knol. En dan, ja, dan weet je gewoon dat je het hebt over een kast. En dan... Kijk me gaan. Oh, trouwens, ik heb mijn cap nog steeds kut. Goed. Tot wel. Ja, snap ik, man. Ik voel jullie. Heb ik alles gedaan? Ja, man. Het is leuk, man, dit doekje. Kijk, dat doekje. Of vies doekje. Doekje. Doek. D-O-E-K. Doek. Wat moet ik nou weer doen? Squares? Oké, dan pakken we deze. En dan moeten we nog iets weghalen. Nee, maar wat? Waarom zie ik niet wat ik moet weghalen dan? Of moet ik het eerst kopen? Zoals dit. Neerleggen. Of use. En dan... Ik weet niet wat ik moet doen dan. Of moet ik alles doen? Ik vind het nog best wel ingewikkeld, gast. Ik vind het echt nog best wel ingewikkeld van hoe ik dingen nou kan zien. Van wat ik moet doen. Want ik kan wel gokken dat ik dit moet weghalen, maar dan kijk, er verandert niks bij die squares. Daar ook niet. Maar het is wel in deze kamer. Dat ik hier iets moet aanpassen. Het plafond. Echt geen idee. Dit? Nee, ook niet. Dit. Snap je wat ik bedoel? Wat moet ik dan doen? Rechts in de hoek. Oh. Dit? Nee. Het verandert alleen als je ze plaatst.
Oh, ik zie het hier. Ik zie nu de vierkantjes. Oh, als je dichtbij komt, zie je het bijna niet. Maar kijk. Ik zie het. Oh, dit moet je weghalen. Oh, en dan verandert het natuurlijk alleen als je plaatst. Dus je... Oh, dat bedoel je met het veranderen als je plaatst. Ik dacht plaatsnaam. Ik zat helemaal met een hoofdstad in mijn hoofd. Ik dacht aan Maastricht. Ik dacht aan Maastricht. Maastricht, wat ze fly hebben. Ja, dat is dom van mij. Dit moet ik doen dan. Ja, dat was het. Ach. Slim van jou. Wat goed, meid. Goed, dit is allemaal af. Cool, sick, vet. Radiator. 2 radiators, graag. Dank u. Oh, dan kan deze toch weg? Nee, mag hem dan... Wat moet ik daarmee dan? Ik moet dat blijven. Zo'n lelijk ding. Nou goed, dan kopen we er 2 bij. Even kijken, die doen we... Hier. Ja, en we zetten er hier eentje neer. Een bank. Hoe gaan we dit indelen, dames en heren? We gaan de bank... Zetten we... Jeetje, wat een kleine ruimte eigenlijk een beetje. Maar we maken het wel... We maken het cozy. Als je het hier neerzet en je kijkt daar tv... Dan krijg je licht van buiten op je tv. Dat is altijd heel vervelend. Dus je moet eigenlijk je tv daar hangen. Zodat je daar geen last van hebt. Dit kan weg. Dat hebben we niet meer nodig. Dit houden we gewoon. Dit is, is gewoon grip. Extra grip. Het is gewoon een matje. TV hebben we dan hier. Oh ja, die leggen we eerst even op de grond. Alsof je net verhuisd bent, zeg maar. Tafel. Ja, daar heb je niet ruimte voor, hè. Doen we wel hier dan. Dit is wat. Dit is een eettafel. Jeetje, gast. Wil je dat ook nog hier? Nou, hier dan. Nou, nee, dat hoeft niet. Dat kan hier in de hoek. Dat past wel. En als we deze dan iets meer naar de zijkant doen. Ik moet alleen even die... ja, deze moeten hebben. Pakken we die even op. Zo, dit gaat echt heel chill, dit. Kijk, doen we zo. En dan zo. Erop. Wat ik dus heb geleerd, hè. Als je dus nu zit op de bank. Dan zit je ongeveer met je ogen... Hoger dan de tv, toch? Ongeveer zo, denk ik. Nee, wacht. Zo dan. Dan kijk je dus naar beneden. Ik heb dus geleerd. Je moet niet naar beneden kijken naar je tv. Dus als je op de bank zit, moet je proberen om je ooghoogte in het midden van het scherm te houden. Als je rechtop zit. Maar ja, als je dan weer onderuit gaat zakken, of waar een bank voor is, dan kijk je alsnog weer omhoog. Dus dat is ook niet goed. Maar ja, zoek het uit. Weet je, doe maar gewoon lekker wat jij wil. Ik zeg dit wel, maar doe lekker wat jij wil. Lekker wat jij wil. Zo. Oh, dat past gewoon. Oké, dit is voor de... Coole gasten. Keuken. Moet ik er 2 van hebben? Nee. Boekcase. Ook nog hier. Kan ik dat hier doen? Nee, dat is weer wat anders. Boekcase. Wacht, we doen dit zo. Dan sluiten we het af. Wat slim, Milan. Wat slim. Wauw. Een carpet. Vet. Op de kop, zebra's. Een shelf. Die kan wel hier dan. Oh. Zo. Kabinet. Dat is gevallen, het kabinet. Het kabinet is gevallen. Oh, kut. Pas net niet. Wacht. Oh, wacht. We hebben een dunne. Oh, dat is een dishwasher. Ja, dat past precies. Huh? Ja, nice. Oh. Vet. Kabinet. Zo. Dan een oven. Dit past allemaal niet. Fridge. Oh. Nou, die doen we hier dan. Hanging cabinet. Oh ja, oké. Dat kan. Dat is hierboven. Dan een beetje hoog. Goed. Deze ernaast. Nog 1. Oh. Wacht even hoor. Zo.
Nog één? Oh, dan hiernaast. Oké. Okay. Nog één? Bro! Ja, doe maar hier dan. Dan sluiten we de kinderen in op. De kinderen die doen we daar. Wat een onzin. Yo, wipe. Wiebe, wil je aandacht? Alsjeblieft. Hey, dankjewel voor de likes. Gaat je niks aan? 10-0-10. Dankjewel voor je sub. Ziva. Oh, dat had ik al gezegd, hè? Bedankt, Ziva. Glenn Jansen. Dankjewel voor de 5 euro. Twee keer achter elkaar. 2 keer 5 is... het kwadraat van... niks. 3, nog iets. 10 euro. Heel goed. Dankjewel voor de 10 euro, Glenn. En Roberto Huberto, dankjewel voor de 5 maanden. Help je thuis ook mee in het huishouden? Ja, ja. Ik heb gisteren de afwasmachine gedaan en toen was ik klaar. Ja, dat was sick. Dat was wel een hele opgave. Nee, weet je, ik mag het niet eens doen, man. Elisabeth, die is daar, vindt dat leuk. En is daar heel goed in. En dan zeg ik niet van, oh, ja, tuurlijk zeg je dat ze er goed in is. Van, dan doet ze dat lekker voor altijd. Gast, als ik probeer te helpen, dan zegt ze alleen maar dat ik of in de weg loop. En zij vindt het gewoon heel fijn om te doen. Ze vindt het gewoon heel fijn om te zorgen voor zo'n knappe man als ik natuurlijk. Ik bedoel, zeg wel eerlijk, wie niet? Nou, iedereen die dit nu hoort, denkt ik niet. Nou, dat snap ik. Dat snap ik volledig. Ik voel je. Waarom past dit domme, deze domme kast hier niet? Die doen we nog gewoon ergens anders. Die doen we wel hier. Wat komt door die kast? Wacht, als ik die nou daar neerzet. Oh. Die moet dan hier. Ja, dat is die weer opzij. Zo. Was dit? Dit past. Oké. Okay. Dan die. Hier. Ja, dit is het. Kijk nou. Moet jij nou eens kijken. Hey. Zo. Ja, man. Lekker hoor. Keukentje hoor. Toaster. Lamp. Ja, lamp. Zet me hier neer, joh. Ik weet het ook niet goed. Oven. Oh, ja, dat was ik even vergeten. Doe maar daar. Oh, hij vliegt nu de oven. Even een beetje... raar. Oh, het is geen oven. Dat is een kookplaat, bedoel ik. Oven. Dit is klaar. Dit is klaar. Dit is helemaal klaar. Nou hier. Wat is dit? Paint. Paint. Verven. Jo. Is dit goed? Ja. Final job message. Ik ben al klaar. Dit was alles hier. Oké, top. Dan kan dit weer verkocht worden. Gaan we hierheen. Oh, dit moet ik nog allemaal doen. Is hier afval? Nee. Kan ik iets verkopen hier? Ja, basically alles. Het was in de vorige keer nog wel eens dat je per ongeluk dingen verkocht. Maar dat kan hier niet. Kijk maar, er staat een heel grote kruis. Dus dat is wel chill. Dan kun je gewoon een beetje spam klikken. En dan is het allemaal loesoe. Dat is trouwens wel een rare lamp. Waarom staat er zo'n rare lamp buiten? Is dat? Dat is de maan. Goed. Maak je school af, kinderen. Maak je school af. Ik zeg het vaker. Maak je school af. Wauw. Nee, dit ook niet. Ik moet dit stukje doen. Wil je het fornuis niet boven de oven hebben? Nee, joh, doe maar wat, joh. Het gaat om het idee, hè? En als het idee er is, dan komt de rest vanzelf. Dat is vaak wel zo. Dit stukje ook nog even verven. Hoppa. 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 Windows. Oh, dat is cleanen. Kan ik ook. Kijk nou. Hoppa, nieuwe update. Windows update. Ah, leuk. Goeie grap. Wat is daarop gebeurd, joh? Modder of zo.
En het laatste, een nieuw toiletje. Ja, bouwen we er gewoon in, joh. Kabinetje. Hoppakee, hoor. Radiatortje. Oh, die heb ik ook thuis, deze. Deze heb ik gehad, deze. Oh, die heb ik nog steeds. Nee, die heb ik nog steeds. Ja, vet, hè? En, ja, dit doen we maar, Is dit een bidet? Of is het een bidet, of niet? Om te poepen, toch? Of te plassen, bedoel ik. Om te poepen. Ik weet niet. Of is het een kraan? Kut, ik weet het niet. Wat is dit? Bidet, oké. Okay. Ik dacht dat dit een hele grote wasbak was. Nou, dit wordt een rare optie, dit. Maar goed, we kijken er even doorheen. Open. Dicht. Oh, dat is wel cool. Oh, dat gaat ook aan. Wat leuk. Leuk. Cool. Wat is hier? Zo. Dat kan allemaal niet weg. Dat is goed. Hier moet ik niks doen. Oké. Wat moet ik hier nog doen? Niks. Maar naar boven toe. Hier moet ik nog wel dingetjes doen. Ik moet hier wat schoonmaken voornamelijk. Zo. Dat ging heel snel ineens. Dat is de zon, niet de maan. Oh, is de zon? Ik dacht de maan ook nog. Dat is de zon dus. Waar ga je douchen? Wie doucht er nog tegenwoordig? Kom op. Er zijn landen waar ook niet gedoucht wordt. Waarom wij dan wel? Hoezo wij wel? Wie denken wij dat wij zijn? Cool. Moet dit niet verkocht worden? Ja. En dan kopen we even een nieuwe. Oh nee, dat kopen we niet. Dat was het gewoon. Oké. De zolder. Wat een zooi. Oh, er is nog een winkel. Of een winkel, nog een kamer daar. Hok. Hoi. Hallo, Dump Waffel. Oké, we gaan eerst even de dingen verkopen. Hoppa, hoppa. Lekker, man, dit. Hoppa. Oh ja, ik moet even die air. Ik heb zo'n flipper sense. Daar moet ik even aan wennen. Even twee kamers tegelijk. Moet kunnen. Ik bedoel, als je zo'n pro house flipper bent als ik, dan doe je gewoon veel dingen tegelijk. Zo. Afval. Ja hoor. Komt u maar. Allemaal afval. Afval en afval. Ook heel handig. Ja, dat doe ik daar weer in. Oh wacht, kan ik dit... Kan het raam open? Ja, kan ik het naar buiten gooien? LOL! Dat kan... Yo, stik. Yo, dat is vet. Dat kon gewoon. Trouwens, waarom is de mask langsgekomen? Om hier tegen het raam aan te spletten. Godverdamme. Ik weet niet wie de mask is, Milan. Nou... Dan heb je wat gemist. Dat is een van de betere films. Het is fantastisch. Het is echt heel mooi. Jim Carrey inderdaad. Shout-out hem, man. Ja, dat is wel mijn tijd, hoor. Jouw tijd, Milan. Jij bent zo oud. Gast. Ik kan nu zo vier namen opnoemen die nu kijken die ouder zijn dan ik ben. Nou, dan ben je pas oud. Dan ben je pas oud. Oh... Ja, maar jij bent zo en zo dit, dat, zus, zo. Ja, dat zal wel wezen. Dat zal wel wezen, grap. Even het boekje hier naar beneden brengen, want die gaan we even opstapelen. Editing. Wel leuk gestapeld zo. Wat als ik de onderste nu pak? Oh, dat heb ik ze allemaal. Oh, interessant. Nou, geef namen dan. Nee. Privacywet, kan niet. Privacywet, kan niet, man. Privacywetgeving, dit kan niet, helaas. Sorry. Milan is Enzo bang voor slangen. Weet ik niet, volgens mij niet. Ik heb gisteren nog wel met zijn tuinslang in de tuin gezien. Maar ook voor echte slangen? Ik heb geen idee, gast. Ik weet het echt niet. Volgens mij niet. Ik ben er ook niet zo bang voor. Ik heb ook een keer een slang om mijn nek gehad.
van Freek Vonk toen nog. Een tijdje terug alweer. Maar ik vond het wel een beetje spannend, maar niet dat ik dacht... Oh, help, ik ben nu heel bang. Dat niet. Ik vond het wel heel cool. Ik voelde me wel even die guy, weet je wel? Ik voelde me wel even die guy. Volgens mij is dat filmpje ook nog wel online. Als je Milan Knol, Freek Vonk op YouTube zoekt, dan zie je nog wel het filmpje van mij en Freek. Dat is lang geleden hoor. Toen had hij zo'n hele grote, weet ik veel wat het was, slang had hij bij zich. Die moest ik toen op mijn nek heen doen. Dat was een vogelspin had hij toen meegenomen, die moest ik toen op mijn hand houden. En hij had een leguaan had hij toen bij mij in bad gedaan. Bij mijn moeder thuis in bad, want die moest even in bad of zo. Dat was heel raar. Ja, dat was top. Dat was leuk. En kijk eens waar we nu zijn. Ongelooflijk. Ja, wat is dat, Brie? Heb er zelf 13 gehad. Niks om bang voor te zijn. Wat, 13 wat? Vogelspinnen of slangen? Damn. Slangen? Oh. Gruwelijk, ouwe. Yo, ik heb een keer iemand gezien die een schildpad had. Dat was echt dik. Dat is echt vet, man. Een schildpad. En die lag de hele dag niks te doen. Echt wel cool. Oh. Oh, dat was vet. Dat was een stukje van het schilderij. Oh, die kraakte een beetje die deur. Zag je dat? Oh, je hoorde nog... Dat weer verdicht ging. Wel nice. Echt heel nice. Als je de tuinslangen mee moet rekenen, waren het er 15. Nee, alleen echte slangen. Ik denk dat je dan later in de game van die lijpe upgrades hebt. Dat je dan grotere sponsen krijgt. Grotere doekjes. En grotere... stofzuiger, denk ik. Voor dit soort rommel. Maar voor nu... Ja, het is dik, hoor. Het is echt wel vet. Oh, hier ligt nog... vacuum. Heel cool. Dames en heren. Het is tijd. Het is tijd. Voor... Dames en heren, het is tijd voor, je gaat het niet geloven, maar het is zo. Ik hoor het al aan de muziek. Welke muziek? Weet ik niet. Nu. Oh my god. Get cut, breakpoint! Oh shit, shit, shit. Get cut, breakpoint! Yeah, yeah. En als je afvraagt nu... Als je afvraagt nu, wat is KitKat Breakpoint? Nou, dan gaan we even een gamepie uitkiezen. We hebben een Twitch poll. We hebben een poll op Twitch. Een Twitch poll. En op die poll, daar staan 3 games. In die poll staan 3 games. En in die poll... Kun je kiezen voor de volgende games. Die wij gaan spelen met z'n allen. En dat is Memory. Stream Pairs. Dat is woorden raden. En tekenen met de stream. Mijn moeder wil je wel inhuren als huisman. Oh. Nou, zeg maar tegen je moeder dat ik 750 per minuut ben. Maar ik zeg niet 750 wat. Kan ook koffiebonen zijn. Je weet het niet. Gezellig, man. Ik stop niet. Ik ga hierna gewoon verder met de game. Absoluut, absoluut, absoluut.
Even kijken, wat is de poll aan het doen op Twitch? Even kijken. Tekenen met de stream, zie ik staan. Tekenen met de stream. Nou, dan gaan we dat toch doen. Dan gaan we... Oh, en trouwens, ik wil ook nog even wat laten horen. Misschien. Ja, ja, zeker, zeker. Hallo. Oké, even kijken. Want ik heb, ik wil iets laten horen aan jullie. Het is echt heel grappig. Oh, wat gebeurt er nu? Ja. Ja. Wat doe ik nu allemaal? Oh. Ja. Daar komt hij. Let op. Waarom hoor ik het dubbel? Help! Ik hoor het dubbel. Ik weet niet waarom. Hoor dit. Wacht, hoor dit. Hoor dit. 3, 2, 1. Ik heb geen vrienden nodig om een ster te zijn. Ik heb geen vrienden nodig om mezelf te blijven. Ik heb geen vrienden nodig om een ster te zijn. Ik heb familie nodig die door het einde zijn. Ik heb geen vrienden nodig om te zeggen wat is wat. Ik heb familie nodig, ik heb brood op de plank. Dat is brood nodig. Zeggen wat ik moet doen, dat is overbodig. Dat is overbodig. Ik heb bars alsof ik bals veel foden. En veel gemaakte fouten. Oké, dat was het. Cool. Dat was vanmiddag. Dat was leuk. Dat was vanmiddag even opgenomen. Vet. Sick. Dope. Lijp. Goed. Klinkt goed. Klinkt goed. Dankjewel. Kaffeenatter. Dankjewel, Kaffeenatter. Dankjewel. Dankjewel. Thanks, ouwe. Dankjewel, Jennifer, Jerry, Love, Jerry, voor de 19 maanden. Uitroepteken nieuws. Zeker even checken. Fristy Boy, dankjewel voor de tier 3. 15 maanden. Dankjewel, gast. Dankjewel. Ik moet even kijken. Wat ga ik doen? Speel? Nee. Dit ben ik. Helemaal ik. Stel! Oh, reclame. Kut. Wat moet ik doen? Skip. Hoe werkt dit? Kut, wat heb ik geklikt? Wat heb ik gedaan? Oh, dit is niet goed. Verlaten. Ja. Oké. Okay. Kamers. Nieuwe kamer. Wie ben ik dan? Oh, ik heet user. Selecteer een manier om in te loggen. Nee, dat wil ik niet. Oké. Okay. Milan. Oké, wacht. Let op. Kit, cut, breakpoint. Oh, shit. Verkeerde. Kut. Kit, cut, breakpoint. Oehoe. Zo. Vet intro, hè? Ziek. Goed. Milan. En dan kamers. En dan... nieuwe kamer. En dan spelers 50. En dan punten 100. Denk ik. En dan algemeen. Dieren. Objecten of Pokémon. Doe maar algemeen. Nieuwe kamer. Me direct. My money, my choices. Skip. Goed. Dat was de reclame. Vet. Streamerscherm. Ja, dat is nu al te laat. Goed. Nou, hier heb je de link. Ja, het is heel hard. Ik weet het. Wat wil je dat ik doe? Yo, Manmaster. Dankjewel voor de euro. Wacht even hoor, want ik moet even dat fixen. Even hier op klikken. Wacht even. En dan moet ik even deze en deze aanklikken. Sorry.
Zo. En dan ook deze. Ja, ik weet het. Het is even helemaal kut dit. Zo, het gebeurt er allemaal midden, ik zie het allemaal niet meer. Oké. Okay. Wachten op spelers. Ik heb jullie link, ik heb de link gedeeld, maar niemand joint. Kan dat kloppen? Kan het zijn dat ik alleen ben aan het streamen? Is dat het geval? Ben ik alleen? Is er niemand die joint? Is dat het? Nou, welkom. Welkom iedereen die er niet is. Hé? Wat gebeurt hier? Dankjewel, Madmaster. Je gooide deze. Kijk eens even, daar sta je. Voor de euro, dankjewel, bro. Ik snap er niks van. Wat gebeurt hier? Er staat wachten voor de eigenaar om te beginnen, maar ik ben de eigenaar en er gebeurt niks. Oh, wacht! Ik heb hem op streamer mode. Hè? Nee, ik snap het toch niet. Verlaten. Ja. Oh, opnieuw. Leuk, man. Publieke kamer. Nee, geen publieke kamer. Oké, algemeen. Ja, nieuwe kamer. Dit ben ik. En mijn geld? Ik ben degene die het verdient. Ik heb het volledig in de hand. Ja, nou, mooi. Dat maakt twee. Ik ook. Goed, hier is de link. Nieuwe link. Ik heb de streamer link gedeeld. Ja, dat is heel dom. Ik heb inderdaad de link gedeeld die ik als streamer moet gebruiken. Dat is heel dom. Kijk, hè. Jullie waren ineens allemaal streamers. Net Twitch met al die reclames. Ja. Hey, Botje Power. Dankjewel voor de 2 euro. Geniet altijd van je filmpjes samen met mijn zoontje. Dankjewel, Botje Power. Voor je donatie. En shout-out naar je zoontje. Zoontje. Jij keek vroeger naar Kloontje en nu heb je een zoontje. Wauw. Ik eet 's ochtends een sperzieboontje. In een boom zit een schors. Ik rap als rapper Sjors. Ik voel me goed vandaag. Pindakaas op mijn brood. Want dan doe ik dat als nieuwe laag. En rap ik voor iedereen wat... Ja, goed. Oh, kut, het is mijn... Oh, shit. Kut, je hebt het niet gezien. Jullie hebben het niet gezien. Toch? Oké, ik moet nu tekenen. Raden. Jullie mogen het raden. In het Nederlands. Woorden in de chat. Niet in de chat. Maar in de chat. En dan. Let op. En dan. Ja. Oh, shit. Hint. Wil je een hint? Hier is de hint. Ik heb een hint gegeven. Oh. Daarheen. Hier, nog een hint? Hier, het begint met de A. Begin met de A. Hier een hint. Het begint met de A. Len! Len heeft het goed. Roos! Heel goed. Ja, nu gaan de mensen. Die zeggen allemaal afvalbak, maar dat is fout. Want kijk. Het is afvalmand. Mand. Heel goed hoor. Leuk. Goed. Dat was cool. Dat jullie dat niet zagen, want het antwoord stond gewoon in beeld. Oké. Bergen. Berg. Oh, jullie hebben het allemaal al goed.
Oh nee, wat is het? Maar ik snap het niet. Grot. Yes! Kijk hoeveel punten hij heeft, gast. Ja, ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee. Kijk dan, hij staat meteen bovenaan. Wat een onzin. Wat een onzin. Ja, ja, ik weet het, ik weet het. Yes! Ik wist het meteen, gast, toen ik die handen getekend zag worden. En ik zag toen die flurry flap erop zo. Poeh! Wist ik meteen. Wat een kutgeluid trouwens. Muziek. Beter. Bam, bam, bam. Thomas, zet hem op, Thomas. Dit is een... Oeh. Oh. Wat is dit? Ja, dat ene lijntje zit daar open, gast. Dus, hoe raden mensen het al? Oh, het is een... Oh, bijna goed. Ik heb het bijna goed. Ik heb het bijna goed. Ik deed nacho chip. Ik deed nacho! Hoezo is het dan nacho's? Ik deed nacho. Waarom is dat gewoon niet goed? Waarom is dat niet gewoon goed? Nou, kom op, kapitein. Ja, ik zie het al. Geen idee. Yes! Yes! Ik was de derde, want ik heb brons. Yes! Oh, toch niet. Wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Ik kreeg een melding. Van wat? Geen idee. Yo, Sas, dan moet je gewoon even meelouwen. Moet je niet bij mij zijn. Yo, lekker bezig, man. Lekker bezig. Neem een tijdje om te ontspannen. Nou, dat is letterlijk wat we doen in de KitKat break. Oh, of KitKat gesproken. Ik ga even eentje pakken. Oh, wacht. Demi, dit is de moderator. Dit is heel belangrijk. Dit heel veel druk. Als hij het fout doet, wordt hij geband als moderator. Ik weet het niet. Ja! Ik heb hem! Dobbelsteen! Lekker, Demi. 1, 2, 5. Klopt dat wel? Demi heeft gewonnen ook meteen! Hij cheat. Hij cheat. Hij heeft gecheat. Ben. Wauw. Nice. Ah!
Got it. Hey, geef even een seconde. Ik ga even koffie zetten. En ik wou nog iets doen. Wat zou ik doen? Oh ja, ik wou even KitKat pakken. Hier heb ik.
Bang, bang, bang. Hogan is aan het winnen, of niet? Ja. Ik zie iemand in de chat zeggen... Dit is geen House Flipper 2. Dat klopt. Zo werkt dat. Dat gaan we hierna weer doen. We zijn nog niet klaar met de demo. Ik heb een lekkere KitKat Chunky. Wat jullie? Ja, maar wel de white. KitKat Chunky white. Wat is jullie favoriet? Qua chocola, qua KitKat. Chunky? Chunky White? Chunky Caramel? Ze hebben sinds kort Caramel. Chunky Caramel? Chunky White? Chunky niks? Chunky gewoon normaal? Original? Gewoon normaal? Ja, je hebt ook van die... Ik heb hier de KitKat Chunky Original. Dit is die Original. Maar ik vind de White beter. Maar dat ben ik. Dat ik. Ik heb echt een hele winkel hier met KitKat. Wil je nog KitKat kopen? Dames en heren, eenmaal, andermaal. KitKat, KitKat. Eenmaal, andermaal. Verkocht? Nice. Oh, nice. Ik krijg een melding. Kijk, ik krijg een melding van Twitch. Dit is ook heel nice. Er zijn meerdere instanties van auteursrechtelijke beschermde audio geïdentificeerd in je recente VODs. Bekijken je streaminstellingen. Nice, leuk. Nou, doen we ook niks mee. Nog een reden om te verhuizen. Zout. Ik denk dat het zout is, ja. Of zalt. Peper en zout. Of zoutvat? Zoutvaatje? Misschien? Oh, suiker. Tuurlijk, want suiker doe je met een S en een potje. Slim. Hoe doe ik mee? Ja, ik heb een linkje net gedeeld, maar dit is de laatste game. Zodra iemand 100 punten heeft, dan is het klaar. Kijk nou. Kijk nou, daar gaat hij. Bob, die gaat. Daar gaat Bob. Regen, wolk, wolk. Ja. Stefan. Zet hem op, jongen. Hoe speel ik mee? Ja, dat kan nu even niet meer. Want volgens mij zit de kamer vol. Bum, bum, bum.
Wat een tune. Paper. Zo, wat een puntengast. Zo! Juno! Hij vond het! Juno heeft gewonnen! Lekker, maat. Goed gedaan, goed gedaan. Dames en heren. The Kid Got Breakpoint. Is bij deze zo goed als voorbij. Mocht jij nog geen KitKat hebben gehaald, doe het even. Want als KitKat goed loopt, dan zijn ze tevreden met mij. Zo werkt denk ik marketing, denk ik? Ik weet het niet. Denk het? Geen idee. Ik probeer maar wat. Mocht je afvragen, hè? Is dat gedeelte gesponsord? Ja, no, nou, nee. 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 Ja, Florian, ik snap wat je bedoelt. De sub-icon. Ik weet wat je helemaal... ik weet wat je bedoelt, maar dat gaat dus niet. Dat kan alleen met een plugin. En die plugin heb ik niet. Maar goed. Lang verhaal kort. Bedankt, Charlotte KitKat, voor de KitKat... wat is het? De KitKat... Breakpoint! Ja. Van de tune. Uit. Ik wil nog wat laten horen aan jullie. Moet jij eens opletten. Ik wil nog wat laten horen. Hoor dit. Angst. Het is maar een woordje. En ik zag je op de tv staan. Was ik nu maar met je meegegaan. Maar die angst zit me veel te diep. Zit me veel te diep, dit is mijn leven niet, ey. En ik sta altijd zij aan zij, want ik doe je pijn. Maar het is altijd hetzelfde lied. Bro, ik heb nu 4 reclames op Twitch, bro. Dan moet je weg. Dan moet je naar dat, dan moet je ergens anders heen. Hetzelfde lied, dit is mijn leugen niet, ey. Ik wil wel met je praten. Maar je luistert niet, ik schreeuw het uit, maar het is alsof ik fluister. Als ik een moment had om met jou te zijn, dan zat ik hier nu niet meer met deze pijn. Cool, vet. Nu tast ik in het duister, jij zit aan je telefoon gekluisterd. Ik schreeuw om je hulp, dit is niet wat ik... Oké, cool, sick. Oké, vet. Dus dat. Maar goed, wat is je minst favoriete KitKat? Zeg je nou? Die heb ik eigenlijk niet... Ik vind KitKat vanaf het begin al eigenlijk lekker. Dat was het chill juist. Toen KitKat zei, yo, hey Milan. We willen je graag ambassadeurschap geven voor KitKat Gaming. Vind je dat leuk? En toen zei ik, ja, nou weet je. Ik eet zeg maar altijd al KitKat. Dus zeg maar, ik zie wel een connectie. Ja. Dus dat. Maar als bijvoorbeeld een bedrijf met geitenkaas komt en zegt, Milan, we willen geitenkaas bij jou promoten. Dan zeg ik... Bro, geitenkaas is het goorste wat bestaat. Succes met je bedrijf, maar mij niet bellen. Cool. Ja. Nee. Dank je. Ja, we gaan even verder met de House Flipper. We hoeven geen intro te doen, want we pakken gewoon die vorige. Wacht, ik neem hem even op. Hallo editor. Dit kan je achter de andere House Flipper plakken. En edit hem leuk. Nou, daar ga je. Nee, ik doe geen intro, Jasper, want die vorige is al deze. Want er moet zoveel geknipt worden. Dus dan is het gewoon een uur, denk ik. Denk ik? Is het een uur? Nou, ik doe het voor de zekerheid. Dit is hoe YouTube werkt. Dit is YouTube achter de schermen, dames en heren. Dit is voor de zekerheid. Let op. Een intro. Dus mocht je een intro willen, zeg even hoi, hoi mam. Hoi intro. Hoi, hallo, hier ben ik weer. Ja. Vorige keer heb ik House Flipper 2 ook gespeeld. Heel leuk. Ik heb nog steeds hetzelfde shirt aan al 3 weken lang. Ik heb ook nog niet gedoucht. Nu doen we House Flipper deel 2. En dat is eigenlijk gewoon dezelfde. Maar we gaan gewoon verder. Dus geniet ervan.
We gaan een huis renoveren, mooi maken, gezellig maken, vet maken en proberen. House Flipper. Yeah. Vet. Nou, dat was het intro. Ik weet niet of het werkt, of we die gaan gebruiken, maar dat zien we dan wel weer. Dat zo werkt YouTube. Shoutout naar Marlando. Ja, man. Marlando, ik ken hem nog wel, van vroeger. Ja, Marlando. Die zat toen in de kleuterkast, zat hij altijd te plassen in de zandbak. Die gast, jongen. Wat een guy was dat. Oh, wat doe ik nou, joh? Oh. Random KitKat. Is goed, joh. Milan Knol. Dat ben ik. Hewa, Mochi. Mochi. Shout out, Mochi. Oké, continue game. Waar waren we? Goed. Ja, ik ben nog niet klaar. Want ik heb nog 2,5 ster. Dus ik wil even een volle ster hebben. Net zoals dat ik in het echt heb. We moeten even verder. Even kijken. Surface finishes. Dus als goed is zie ik nu ergens iets. Muziek is een beetje hard, hè? Of niet? Nou, valt echt wel mee. Oké. Is te doen. Nice te doen. Ik moet ergens... Oh, die. Maar ik zie niet goed waar. Dan laat ik dit eens even schoonmaken. Want er moeten ergens vierkantjes zijn, maar ik zag niet waar dat vierkantjes waren. Van waar ik het dan moet schoonmaken. Of weghalen. Deze? Ik zie het niet. Een beetje lastig te zien. Zien jullie het wel? Oh, het is gewoon paint. Sorry, ik moet gewoon painten. Ik hoef helemaal niet dat andere te doen. Ik moet nog wel schoonmaken. Ik wil eerst even schoonmaken en dan painten. Beetje raar. Hoppa. Die zaklamp is wel handig hoor. En fel ook. Weep, weep. Dit is de sound of de zaklamp. Weep, weep. Weep, weep. Wat zeg ik nou weer? Weep, weep. Oh, hier moet ik nog één ding doen. Oh, alleen kopen. Oh, dat kan ik wel. Let op. Zo. Een laundry basket. Oeh. Mooi. En een standing mirror. Ah, deze heb ik ook. Deze heb ik ook. Deze heb ik ook. Kijk, 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 kijk. Deze heb ik ook. Let op. Kijk. Zie je dat? Ik heb dezelfde mirror. Ook dat hij zo staat. Net hè? Hey. Hij is wel cool. Dat is wel toevallig. Ja, dat is wel cool. Alleen is het een andere kleur. Misschien kan ik nog een andere kleur doen. Ja. Hij is wit een beetje. Paint het. Dit een beetje. Oh nee, wood. Metal. Hij is van metal. Hij is metal. Ja, dit is hem. Bijna. Dit is hem bijna. Maar wel cool. Ja. Heel cool. Hier moet ik een bathtub kopen. Zo. Er zit het hele ding al vol, joh. En dat was het. Oh. Een toilet. Hier ook een toilet. Gast, waar ga je dat plaatsen? Is dit voor kleine ruimte waar ik dat allemaal moet neerzetten? Een radiator. En een carpet. Die carpet kunnen we gewoon aan de muur doen hier. Kijk nou. Zoep. Oh. Bukken. Ja hoor, kan gewoon. Hé, hey, de carpet is verdwenen hier. Hier is hij. Maar hier is hij verdwenen. Haha. Een bug. Oh, het is wel handig om even de scène te veranderen. Sorry. Ik bedoel natuurlijk dat ik... Ik stream al heel lang hoor. Dus ik weet op zich wel dat je dat... dat is zeg maar dan haha grapje. Dat is dan een grap.
En ik weet ook hoe kut dat eruit ziet. Het is zo cringe. Wat ik deed was dit en dan haha, een carpet. Haha. En dan kon je het hier ineens niet meer zien. En dan... Goed. Nou, hoe lang doe je al streamen en YouTube, Milan? Ah, 13 jaar nog maar. Oh, dat valt mee. Valt mee. Oh, dus je maakt eigenlijk nooit fouten? Nou, nee. Valt eigenlijk wel mee, joh. Ik ben vooral bezig met geen fouten maken. Wat jij? Ja. Sick. Wat wil je nou dat ik doe, gast? Steens. Er is iets vies. Maar dat is dit. Waar is het vies? Ik zie nergens dat het vies is. Oh, daar. Oh, jeetje. Ik had het gemist. Hey, Joey. What's up, man? Gelukkig lees je ook zoveel chat. Ik zit gewoon in de game. It's a glitch in the game, gewoon. Weet je? It's a glitch in the game. What do you want me to say, man? Painting. Zo, wat moet ik painten? Dit, denk ik? Maar dit is nog kapot helemaal. Dus moet ik dat niet eerst even maken? Bouwen. Zo. Ja, ik moet het eerst nog bouwen. Oh, shit. Zo. In. Oh, oeps. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Dan moet ik dat weer slopen, dat stuk. Ja, dat ging goed. Nice. Oké. Okay. Dan hier. Pa. Zo, nu is hij gevuld, hè? Ja, nu is hij gevuld. En dan de painting. En dan doen we hem even langer. En dan pakken we dit stuk. Ja, kijk eens hoe mooi dit gaat. Oh, prachtig werk, Milan. Hoppa. Zie je niks meer van. En dan kopen we onze dingen. Window. Hé? Hey? Waar wil jij een window hebben? Hier? Fuck. Oh! Een balkon. Oh, dat wist ik niet. Dat had ik niet door helemaal. Dus ik denk dat hij daar het raam wil hebben, of niet? Dit kan ik zo doen, denk ik. Ja. Groene smurrie overal. Zo. Dit moet ik opzuigen. Bladeren opzuigen. Volgens mij is dat heel slecht voor je stofzuiger. En waarom zie ik planten er doorheen? Oh, dit is wat anders. Dat moet ik zo doen. Oh ja, kijk. Groter. Nee, groter. Oké, ik heb hem. Ik zie nog niet helemaal hoe dat moet. Hoe ik dat groter of kleiner krijg. Maar we halen eerst de tegels eraf. En dan zetten we nieuwe tegels erop. Door hierop te drukken. Oh, ik kan het ook gewoon vasthouden. Zo. Ja, dit is goed. Oh, cel. Oh, ik moet het nog verkopen, dit. Ik dacht al, wat staat dat er raar? Nog één ding wat ik moet cellen. Waar dan? Oh, hier, plank. Dat zag ik helemaal niet. En dan moet hier, denk ik, dat window. Dat window. Ik denk dat hij hier twee ramen wil. Dit is wel prachtig. Heel mooi. Ja, leuk, meid. Heel leuk, meid. Wauwtjes, hé. Dat was alles buiten. Goed. En dan nu weer naar binnen. En dan... hebben we dit ook klaar, dus die kan ook verkocht worden. Dan moeten we nu even de kamer indelen. Dit wordt onze slaapkamer. Laten we hier gaan liggen, dat is wel cool. Nightstand, ja, die leggen we dan hier neer. En ja, hier niet dus. Dus dan doen we gewoon een extra grote. Vloerlamp.
kan dan hierachter. Armchair kan hier mooi in de hoek. Normale chair. Ja. Komt hier nog een tafel dan? Oh, een desk. Kijk nou. Doe maar zo. Dit is compleet logisch. Maar dan kun je vanaf hier naar buiten kijken. Heel logisch. Dan heb je die daar. En deze erboven. Oh. En een klok. Hierboven. Wardrobe. Kan die hierin? Nee. Oh, die doe ik dan hierachter. Hiernaast bedoel ik. Je maakt de kamer wel een beetje klein zo. Maar ja, ik heb niet zoveel keus. Plantenpot. Die moet op de grond, hè? Ja. Maar daar. Met jadeplant erin. Zie je dat jadeplant? Waxagave. Waxagave. En waxagave. Goed. PC-muis. Oh, die groeit ook aan een plant. Dat is wel duidelijk. Vet. Ottoman. Oh, die kunnen we hier mooi neerzetten. Nog meer planten. Oh, hier hoort die plant in. Ja. Dan doen wij gewoon hele unieke plantjes. Wij zetten gewoon groeiende gamemuizen. Kijk nou wat leuk. Dit is toch veel leuker dan planten? Dit is toch veel leuker? Hier. En dan deze. Die groeit via die proef naar buiten. Oh, we kunnen ook deze even doen. Hier een vaas. En dan we deze. Die gooien we dan in die vaas. Dat kan natuurlijk niet. Dus. Laat maar. Kan ik dan iets uit die vaas laten komen? Of zo'n ding. Hey Milan, ik heb zojuist gesubt, maar kwam niks in beeld. Dus hier nog het bericht. Hey Milan, leuke stream. Alleen wordt beetje gek van de reclames. Dus hier hahaha, virtuele liefde. Kun je dat nummer FF aanzetten? XD. Ha 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 ha. Oh, gelukkig niet zo lang. Ja, je hebt gelijk inderdaad. Want ik zie ook inderdaad Miniman 254 met een gifted sub. Dankjewel. Stiffy stream met een euro. Dankjewel. Met een leuke vraag. Hoe multistream je? Multistream. YouTube tutorial. Klaar. George Black, dankjewel voor je 2,50 euro. Dit meen je niet, Wietske. En Niels, dit meen je niet. Heb ik de ramen verkeerd om? Nee joh, waar heb je het over? Je kijkt toch van buiten naar binnen? Wie kijkt er nou van binnen naar buiten? Je hebt gelijk. Zo. Zo goed? Ja, zo is het goed. Doe maar vooral open. Leuk. Tafellamp. Nice. Oh, die kan hier. Candle. Gezellig. Laptoppie. Carpet, die doen we aan de muur. Die doen we altijd. Ja. En dan een poster. Die zetten we dan hier weer. Heel cool. Dat was hem, denk ik, hè? Ja, dat was hem. Oh, ik heb alles klaar. Ik heb alles klaar. Alles. Dat trap is wel lelijk nog. Alles is af. Wauw. Wat goed. Buiten ook? Ja, buiten ook. Wauw, we hebben het wel opgeknapt hoor. Oké, shift, enter. Completed. Accept. That's it. Thank you for playing. Nou, fantastisch. Dat was hem. Wauw, hé. Wauw, wauw, wauw. Heel goed, heel leuk. En nu is de vraag natuurlijk, spelen wij dan ook House Flipper als hij uit is? Ja. Dat gaan we dan zeker doen. Hey Milan, leuk weer. Stream. Alleen niet opnieuw. Word een beetje gek van de reclames. Nee. Dus hier hahaha, virtuele nee. Liefde. Kun je dat nummer nee. FF aanzetten? XD. Ha 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 ha. Ja, thanks man. Dankjewel George Black voor de €2,50 en de 6 maanden. Super nice.
Dankjewel, gast. Heel nice. Eens kijken, joh. Eens kijken. Eens kijken, joh. Omdat ik nog liefde heb voor Twitch-kijkers. Ik zoek de ware, je hebt me nu gevonden. Ik kijk naar jou, jij naar mij, maar het voelt zo raar. Ik zie jou niet, maar je kijkt wel met me mee. Zo alleen zit ik hier, met een level 1 high train. Ja, elke avond. Doe ik helemaal niet. Dankjewel Moneylux voor 1 euro. Thanks Alwin. Appreciate it man. Iedereen met een knol hartje of een... op YouTube doe je volgens mij dubbele punt. Love dubbele punt. Hoe vet is dat? Chat gaat hard. Oh, nee, dat doet... Oh, de bestanden heb je nog niet. Oh, dat is jammer. Waarom heeft die niet gestuurd? Of moet ik die sturen? Lekker, man. Toppie. Goed. Vet. Sick. Kijk nou, joh. Ongelooflijk. Heb ik. Goed. Vet. Sick. Hoe lang is dat nummer ondertussen geleden? Oh, dat is een goede vraag. Ctrl-Shift-T. Ik kom gewoon weer terug. 2 jaar geleden. 27 maart 2021. Dat is 2 jaar en 5 jaar. Dus ik ben al goed 3 jaar op Twitch aan het streamen, hoor. Zeker, zeker, zeker. Zeker. Oeh, zeker. En moet je dit stukje eens horen? Ik nu maar met je mee. En ik sta altijd zij aan zij. Want ik doe je pijn. Maar het is altijd hetzelfde lied. Hetzelfde lied. Hetzelfde lied. Hoor dit. Dit is mijn leugen niet, zag je op de tv staan. Maar die angst in me veel te diep. En ik sta altijd zij aan zij, want ik doe je pijn. Dit is mijn leugen niet. Oh. Einde. En ik zag je op de tv staan. Was ik nu maar met je meegegaan. Maar die angst zit me veel te diep. Cool, sick. Bedankt iedereen voor het kijken. Super, super, super vet. Dat is een nieuw nummer, maar die komt pas echt in augustus of zo. Of september, weet ik veel, gasten. Boeien. Duurt nog lang. Vet. Groetjes thuis aan iedereen. Bedankt voor jullie support. Op ieder platform. En ja, jullie gaan de video's lekker zien op Milan Knol 2. Daar heb ik natuurlijk dagelijkse video's. Dus iedere dag om 3 uur op Milan Knol 2. Op mijn YouTube kanaal zie je gewoon een video voorbij komen. Voornamelijk game video's, maar zo af en toe een keertje ook wat anders. En groetjes thuis aan je moeder, je vader of je verzorger of wie jij ook kent. Dat je denkt, nou daar wil ik er groetjes aan doen. Dan moet je dat lekker doen, ouwe. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het checken. En hou je taai. Bedankt. Nee, serieus bedankt voor al jullie support. En ik hoop dat jullie het waarderen. Dat ik mijn keuze heb gemaakt daarin. Uitroepteken nieuws als je denkt welke keuze. En daarom ga ik dus nog door. Want ik vind het lullig. En ik weet het. Ik snap het. Dat heel veel het kut vinden. Maar ik hoop dat jullie het oké vinden. En misschien 10 mensen meegaan. Dat zou leuk zijn. Maar we zien het allemaal wel, gast.
Bedankt, nogmaals. Dag. Ja, dag.